Het tweede oefenduel van Jong Ajax deze voorbereiding is op de toekomst tegen Telstar. Net als afgelopen weekend dus opnieuw een tegenstander uit de keukenkampioendivisie. Jong Ajax hier met de eerste aanval via aanvoerder Quinten Timber. En de eerste grote kans is uiteindelijk ook meteen raak. In eerste instantie wordt zijn inzet nog gekeerd, maar dan valt de bal toch weer goed. En dus zet Quinten Timber Jong Ajax op voorsprong. Het eerste doelpunt voor de belofte dit seizoen. Precies 7 jaar na de eerste Jong Ajax Telstar. In de Jupiler League toen nog. 2 keer Lucas Andersen. Het allereerste duel voor de beloftes in de eerste divisie toen. Hier is de eerste kans voor Telstar. Maar deze poging gaat over de goal van doelman Kelvin Raatsie. Andries Jonker, trainer van Telstar. Afgelopen seizoen 10e in de afgebroken competitie. En hier de vrije trap van Kenneth Taylor. Een makkelijke prooi voor de doelman. Die neemt dan de tijd, maar de hervatting is niet goed. En dus neemt Ajax hier snel over via Quinten Timber. En dus de levensgrote kans voor Kenneth Taylor. Maar hij krijgt zijn voet niet goed tegen die bal. Grote kans voor de middenvelder. Dan de vrije trap vanaf de andere kant. Via Sontje Hansen. En die draait hem maar net voorlangs. Telstar dan aan de andere kant. Zo zijn de mondjesmaat wat kansen. Is dit een flinke mispeer. Die vrij ver over en naast gaat. En zo moeten we het hiervan hebben in de eerste helft. Team van Mitchell van der Gaag. Een vrij talentvolle lichting dit seizoen. De meeste spelers die we afgelopen jaar goede dingen zagen doen in onder andere de Youth League. Zij mogen het nu een stapje hoger laten zien. Volgende kans voor Telstar hier. Raatsie. Ajax bouwt op van achteruit. Moussampa. Overname van Telstar. Regeer. Mooie paas naar Sontje Hansen. Hansen, controle is goed. Dan is die bal misschien net te veel voor zich uitgestuiterd. Een penalty is het natuurlijk niet. De ruststand is 1-0. Meteen naar rust. Deze kort genomen vrije trap. Met een levensgrote kans voor Enrique Jansana. De aanvoerder van Ajax onder 19 van afgelopen seizoen. Jansana brengt hier Sontje Hansen in stelling. En dan is er wat ruimte. Hansen geeft hem mee aan Giovanni, de nieuwe Braziliaan. Maar zijn inzet wordt gekeerd. Quinten Timber. Goeie actie, maar wat wild ingeschoten. Dit was een grote kans voor zijn tweede. Maar het blijft 1-0. Het is wachten op een volgend doelpunt. Goeie steekpaas hier van de bezoekers. En de redding van Reiziger. Na de rust erin gekomen. Nog een kans en Reiziger gooit zich er opnieuw goed voor. Goede redding van de doelman. Dan het druk zetten van Taylor levert Ajax hier balbezit op. Quinten Timber. Nu dan wel zijn tweede. Nee, via de lat voor de voeten van Max de Waal. En zo wordt het alsnog 2-0. De invaller met de tweede Ajax goal. Na dat goede druk zetten van Kenneth Taylor via een hoofd van de verdediger van Telstar raakt die bal nog de lat. Maar dan is Max de Waal attent. En lijkt Jong Ajax hier de eerste oefenzegen van de voorbereiding te gaan pakken. Warmer dan, bal nog kwijt. En oud Ajax ziet Leslie de Sa. Die heeft een heerlijke pegel in de benen. Maar een doelpunt levert het de bezoekers niet meer op. Het eindigt op de toekomst in 2-0. De eerste oefenzegen voor de ploeg van Mitchell van der Gaag dus dit seizoen. Aanstaande zaterdag een nieuwe oefenwedstrijd dan tegen Jong AZ.